Wat zit er in het parlement? Een deel de billen en rantebillen zit er in heel dat parlement. Hè. Neem de Van Rompuys weg, neem Frank van den Broeke weg. En we hebben het gehad. Hè. Dan heb je heel die dinges met de dochter van Van den Bossen. Ah nee, ik heb mijn thesis zelf geschreven. Ja, juffrouwtje, hè. Op het moment dat u thesis moest schrijven, zat in Duitsland Anton Twenden, omdat een heroïnomane werd. Wie heeft... Ze heeft trouwens haar vent leren kennen. Haar eerste vent heeft zijn ontwenningskliniek leren kennen. Hè. Zegt dat dan aan de mensen? Godverdomme, zegt hoe dat de dingen zijn, maar zit daar niet te lullen en zit daar niet te zeggen, maar knak mocht dat niet gezegd hebben. Zij heeft haar thesis niet geschreven. Nu, je moet geen thesis schrijven om in het parlement te zijn, maar je moet als minister moet wel durven uitkomen voor wat dat je gedaan hebt en niet gedaan hebt. En zo'n trut die daar begroting gaat leiden. Jezus Christus, waar gaan we naartoe? Zet dat toch in de tijd, konden daarmee stad opzetten. Dat was een bekwaam economist. He, maar toch niet zo'n mamzeltje in minirok en die gaat dan onze begrotingleiding komen. Zeg. Dat is totaal niet serieus. Wij leven qua politiek in een van de grootste apenlanden van heel Europa.